Oh Lord, for my sake, kiss me today, one day at a time. Zo ging het gisteravond aan toe bij de opening van de expositie Loc Makandra in het Lalaroek-gebouw. Kunstenaar André van Frederici toonde zijn veelzijdigheid ook met zijn zang- en danstalent. Van Frederici wordt geïnspireerd door de liefde van de vrouw en voor de medemens, de natuur, cultuur binnen Suriname en onze geschiedenis om zijn werken te vervaardigen. De kunstenaar benadrukt dat de Surinaamse natuur prachtig is en dat het niet verwaarloosd mag worden, omdat het land op een positieve manier uitgedragen kan worden. Als je maquette ziet, dat vooraan is. Die maquette geeft je al een voorbeeld van die historische gebouwen van Suriname. Het is nergens te zien. En dat moeten we gaan opknappen, weet je wel. En ik denk, mensen die van buiten komen naar Suriname, weet je wel, zullen zeggen van, hé, wat een prachtland. Dus een verandering zal moeten komen. En het gaat misschien gebeuren. Ik ben positief. Want ik heb het een beetje aangegeven om te laten zien van wat mijn bedoeling is. Want de Assemblee-gebouw loopt door naar de Combe. En dan zie je, dan gaat een stukje verder. En plotseling zie je bijvoorbeeld dat gebouw van de instantie aan de overkant. Heb ik geplaatst als symbool van daar kan het museum geplaatst worden. Dat, het zou prachtig zijn hoor. De kunstenaar zegt dat hij met zijn kunstwerken ook een beeld schetst hoe er gebruik kan worden gemaakt van bepaalde gebouwen in de binnenstad. Zo geeft hij aan dat het nieuw DNA-gebouw gebruikt zou kunnen worden als een museum. Deze ideeën kunnen ervoor zorgen dat Suriname meer inkomsten kan binnenhalen. Als je een museum daar zou plaatsen, kan je heel veel verdienen. Want een museum met prachtige werken, men gaat niet zomaar naar binnen. Weet je wel, van alle, want er zijn zoveel mensen die kunstuitingen doen in Suriname. Alle bevolkingsgroepen, die hebben wat in hun. Weet je wel, de kunstuiting van Suriname, dat moet nou naar buiten komen. Bij de opening van de expo heeft kunstenaar Van Frederici 4 awards toegekend aan personen die hem hebben geholpen in het proces om te komen tot de expo Loc Makandra.